Yo guys, Gletscher hier met een nieuwe video en vandaag gaan we verder met Half-Life: Opposing Force. De vorige keer waren we eigenlijk daar opgebleven, maar nu ben ik neergesprongen. Oh yeah. We gaan gewoon verder. Ik begin de aflevering met een super mooie voice crack. Half-Life is echt gewoon de serie van de voice cracks. Hallo. Oh. Ik dacht, ik ga hem zo fucking grappig bruut verwoorden. Oh, hij is al dood, nevermind. Door mijn nieuwe Razer muis was Opposing Force een beetje aan het... want ja, ik heb een nieuwe Razer muis. Geen idee of ik zoveel geld aan uitgeef, maar Razer muizen zijn cool, want ik heb chroma lichtjes. Yes. Maar Half-Life: Opposing Force was echt raar aan toe met die muis. Maar ik heb het gefixt, dus... Hey. Maak dat kapot! Ik ben ook maar gewoon een autisme-patiënt, ik kan er niks aan doen. Oké, er zat dus echt letterlijk niks in die boxen. Is hier nog iets te zien? Ah ja, hier is nog iets te zien. What the fuck is dat? What the fuck? Oh joh. Doe damage. Ai, ik ben low. Oh, held. Oké, what the fuck, dus we beginnen met een aflevering met nieuwe beestjes. Oké, dit knopje, Wii U. Oké, nee. Amai, hoeveel keer heb ik misgeschoten? Dat wil ik niet weten, de vent. Oh, bitch. Oké, die beestjes zijn vrij cool en makkelijk te bestrijden, dus... Hey! Ja, er is echt letterlijk niks speciaal in die boxen, maar ik doe ze toch open, want hier zit wel iets leuk in. Ja, en nog wat armor natuurlijk. Ja, ik doe ze toch maar open, want je weet nooit natuurlijk. Zat er nu zo net een rocket launcher in de box? What the fuck? Ik zei net nog van, hey, misschien kan er wel iets leuks in de box, zit er deze gewoon een random rocket launcher in. Auw joh, zeg dikzak. Oké, ze zijn een beetje irritant. Oh, hallo. I don't know what's worse. You soldiers under orders to silence the facility or these violent aliens. Oké. Ik heb dus, mijn maandje heeft dus eigenlijk nooit de order gekregen om scientists te vermoorden. Er zijn al meerdere professoren gekild door de militairen. En nu is mijn beurt om er eentje te killen. Ja, sorry, dat is mijn job. Dat is gewoon serieus mijn job. Ik bedoel, ik had zijn leven gered, die had wat vriendelijker kunnen zijn. Waar of waar? Die nek gelijk heb. Oh, oké. Moet ik daarop zijn? Ja. Maar dat is onder stroom, dus dan kan ik daar niet op springen. Wow. Die echo. Oh, wauw. Ja, ik kan me even laten doodgaan. Ja. Oké, ik ben hier terug. En nu ga ik geen falling damage nemen. Hopelijk. Hopelijk. Parcouren in Half-Life is niet echt mijn ding. En dan zo. Oké, cool. En wat nu? Die kleine boxjes doe ik wel open met mijn knife. Kijk hè. Is dat een Bowie knife of zo? Of Huntsman? Ik weet niet. Maar volgens mij is het wel een CSGO. Nou, een CSGO kost zo'n knife vrij veel. Vrij veel is dan zacht uitgedrukt. Oké, ik moet dus daar voorbij. Ah, what the fuck gebeurt er? Oh. Dat was niet de bedoeling. Boeien, ik ben er door. Nee, nee, ik ben er door. Oké, dank je wel. Is hier nog iets te zien? Ah ja, voilà. De helft van deze let's play is gewoon de elektriciteit afzetten. Oké. Zit er toevallig nog een rocket launcher in een box ofzo? Oké, geen rocket launcher. Dan kan ik hier zo snel terug gaan. Ja, oké, nice. Dan is het al duidelijk dat ik terug hier moet zijn. Ja, zie, dat is niet meer onder stroom. Ik ben al zo'n ervaren Half-Life speler dat ik Half-Life kan voorspellen. Ik ben gewoon de glazen bol van Half-Life. Oh, ik dacht even, ja, hier ga ik sowieso afvallen, dat weet ik nu al. Oké. Toch niet. Wat is hierin te zien, jongens? Armor, daar wil ik het wel mee doen. Oh zeg, wat verdomme, staat een elektriek nog altijd aan, of hè? Oké. Ik moet hierin. Meneer de box. Oké, dankjewel meneer de box. Nee. Beetje mee naar hier. Ja, merci. Merci manneke, merci. Zo. Ah, nog een professor. Is hij al dood? Ja, daar ga je in zakken. Bitch, ik wist het. Ik wist het. Staat water toevallig niet onder elektriek ofzo? Ah, ik moet naar hier. Oké. Daar zou ik ook al in moeten kunnen. En wat een typisch geluid. Ah ja, voilà. Het is net zoals in Portal. Ik weet niet dat sommige mensen... Oei, 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 oei. Dat hebben gespeeld. Maar op een gegeven moment heb je zo'n een box met een hartje op. Ah wel, daar komt het een beetje op neer. Wow, yo. Een beetje terug. Zeg. Afhangt toch, we zijn allemaal aan het doen. Oké. Als dit online komt, zit ik nu te strijden in fysica. Volgens de andere klas. Want... ja, misschien kan ik een beetje over het school vertellen trouwens. Volgens de andere klas is de fysica leerkracht eigenlijk niet zo goed. Dus ik hou mijn hart wel een beetje vast voor fysica. Maar ik geef ze natuurlijk een kans, want ja, ik moet het er uiteindelijk al mee doen. Plus, ik heb ze nog nooit gehad. Doel, hoe slecht kan het gaan? Ik zal het u in de volgende Half-Life: Opposing Force video weten te zeggen. Het kan zijn dat ik dat direct na dit opneem. Ik zal het in een van de volgende Half-Life video's wel zeggen. Hoe dat fysica was. Hier kan ik in, maar ik kan die box niet pakken. Ah, ik zie het al. Ik mag de boel gaan opblazen. Mag ik een granaat pakken? Nee. Oké, dan lossen we dat maar zo op. Wacht, wat mag je een granaat pakken? Ah, voilà. Oké, dat was een goede hadingspot, ja. Oh, lol. Wacht. Werk nog. Guys, werk nog. Oké, ik al weet wie dat heeft geïnstalleerd, want daar gaat gewoon precies goed mee. Oh, en ook zo boksen verplaatsen is zo onhandig. Kijk, dat gaat even duren voor... Ja, ik ga er gewoon duwen, dat is het handigste. Nice. Ik dacht dat het even ging duren voor ik de training krijgen. Jongens, zeg. Voilà. Maar volgens mij snap ik wel hoe het werkt, zo. Het moet een beetje met je mousecursor zijn. Voilà. In het geval ik je niet meer ga zien, box. Daar. Bitch. Oh, wauw. Kijk deze guy. Ja, dit wordt het thumbnail, hè, mannen. Oh, wauw. Ziet er zo verkeerd. Hoe kun je zo dood... Hoe achterlijk zijt je als je zo doodgaat? Dat snap ik niet. Dat snap ik niet. Ja, het lichtwerk. Die hebben hier zo goed licht, jong. Dat is ongelooflijk. Oh, hallo. Oh. Oké, ik moet hierdoor. You still say there's nothing to when all the fighting started I hid myself here. I don't think any of them above have survived. Ah, dus hij weet niet dat ik hem moet neerschieten. Kan ik dat afzetten? Ah ja, voor daar op te klimmen. Hallo, het is niets te zeggen. It appears that you need medical attention right away. Let's try this. Oh, merci. Maar eigenlijk moet ik u vermoorden. Sorry, sorry. Zo. Holy fuck, ik verschoot mij, man. Hé, hey, radio, radio. Hé, hey, ik ben niet alleen achtergelaten. Uh-oh. Dag, jongens. Looks like somebody really screwed up, Corporal. Seems the brass bit off more than they could chew. Yeah, well, forget about Freeman. We've got to save our own asses. You with us, Corporal? Yep. Come, guys. I got a bad feeling about this mission. At your command, sir. Roger that. Kom, jongens. Hey, jij ook, hè, dikzak. Kom, kunnen we dat hier breken of zit dat, ja? Oké, nee. We zullen niet. Ja, dat is waar, jongen, dat is waar. Dat is niet goed, mot. Nice, dan moet ik hier weer verder. Ah, voilà, beter. Beter, merci, merci. Ik was wel aan het zoeken hoe de fuck moet ik verder. Goed bezig, man. I got a bad feeling about this mission. Roger that. Recon team, check in. Kom dan. Allee. I got your six. Kom dan mee, hè, dikzak. Oké, ja, check in. Met sigaren in de mond, oké. Oeps, kom naar beneden, fuck. Friendly fire. Uh-oh. Uh-oh. Wat de... Oké, bedankt man om alles te doen. Ik was mij gewoon gaan verstoppen, joh. Oh boy. Kom mee, joh. Ah, hij wil naar hier, joh. Oh, hij is echt goeie gast. Hé, geconcentreerde jongen hier, hè. Ik kon jij nou mee of ah, zit. Oh. Kom, we gaan verder. Dat die mongol achterblijft, dat moet hij weer. Oké. Nee. Ah, security. Kom, guys. Ik moet mijn andere vriend nog mee pakken, hè. Hé, hey, dikzak, kom ook eens mee. Hé, hey, dikzak, kom. Oké, maar blijf dan ook achter mij, toch? Nee, kom mee. Wil zei dat niet, hè, dikzak, blijf dan maar hier, jongen. Kom, jij zit wel goeie gast. Oh, sorry man. De deur dicht voor u. Wow, yo. Kom mee. Volgens mij moeten we naar hier. Oké. Ja. Oké, nice. Is dat nu dingen van de gravity gun? Oh, wel een hellback. Waar is die gast met een sigaret? Allee, help me dan, hé. Hey. Oké. What the fuck, mijn keiveel held kwijt. Ja, nu wel. Oké, what the fuck. En blijf dood, man. En blijf weg, dat bedoel ik. Ja, maar kom dan naar hier, joh. Ik had deze. Wacht, nou waar moet ik dan? Ik hoor zo. En toen zat ik weer vast voor 10 minuten omdat mijn nieuwe vrienden niet waren meekomen. En toen moest ik een drastische beslissing nemen. Oké. Ik heb ze nu net neergeschoten en ja, ik heb ze gewoon neergeschoten, mijn teammate. Sorry, maar mijn vrienden waren zo'n debielen. Ik heb die gewoon neergeschoten, ja. Die waren hier toch nooit mee kunnen, dus... Oh, nog een die dat zegt. Wacht. Voilà. Ja, kots maar op mij, dikzak. En mijn ammo is bijna op voor deze gun, dus... Ik ga deze gun wel liggen gebruiken. Oké. What the fuck? Ik heb even dood. Doei. Oké, ik ben er over geraakt of zo, denk ik. Met heel veel health damage. Ik hoop gewoon dat ik het overleef. Anders word ik boos. Oké, dat ligt wel... Oké, nice. Van die domme dingen mag ik geen health verliezen. Hallo? Ja. Ik kopieer dat. Oké. Mooi. Nou, waar ga ik? Oh. Ja. Ik heb mijn vrienden gekild. Listen, we need to get our asses down to the extraction point near Lambda sector. With any luck, we'll even get a shot at Freeman on our way out. Now, this transit system should take us there, but the door is sealed up pretty tight. Jeez, where's an engineer when you need one? Geen idee. Maar ik had wel laten voor deze keer. We zijn weer een heel stuk verder geraakt. We hebben wel wat bugs tegengekomen, maar het maakt niet uit. We hebben het gehaald. We zijn terug boven de grond. Super leuk. Ja, ik hoop dat jullie de video een beetje leuk vonden. En als je het een beetje leuk vond, was dan een duimpje omhoog. Abonneer de volgende keer. En dan vond ik weer meer Half-Life: Opposing Force. En ik zeg ciao.